Die groep die heet Zorg voor de Zorg / Care for Care. Zorg voor de Zorg zit een spatie tussen. / Care for Care, dat schrijf je Care met een vierde tussen. Thank you.
lieve vrienden, ik ben net weer thuis. Ik heb de boodschappen al in huis. Ik heb ook, dat heb ik maar genomen voor de deurkruk, et cetera. Dus ja, lekker schoon met dit, corona. Ik ben al met Rijka weer eruit geweest. Anders had ik de boodschappen al opgeruimd gehad. Omdat ik dus alweer half uur geleden gedaan. Ben ik met Rijka gelijk uit geweest. Ik heb mijn jas toch aan, ja toch? Dus nog even een doosje met een nieuwe parfum. Want ik heb een miskoop gedaan met een parfum, die doet het niet. Nou, teruggaan kan ook niet meer, want dat is binnen zoveel weken. Nou, ik had dat al een paar weken in huis, dus ja, dat gaat niet meer. Dus ja, af en toe doet hij het wel eens, dus die hou ik gewoon voor nood. Ja, en dus. Nou, en de film is dus ook klaar. Ik naar YouTube brengen, maar dat wacht nog maar even. Ik ga eerst nog een bakje koffie maken en ik moet Karin bellen, want ja, dat weten jullie nog niet. Nee. Ik hou al namen weer door. Wil ik tegen Kander of Karin zeggen? Ja, dat is een beetje gek. En ik heb vannacht een nieuwe groep op Facebook geopend. Ze zeggen, wordt er al een lid van. Dit, maar, nee, dat gaat daar niet. Die moet ik even hebben. En dan moet ik die hebben. Die groep die heet Zorg voor de Zorg / Care for Care. Zorg voor de Zorg zit een spatie tussen. / Care for Care, dat schrijf je Care met een vierde tussen. En dan weer Care. En dat schrijf je allemaal aan elkaar vast. Zo heet die groep. En word er lid van, want wij zijn dus van plan om de zorg dus te helpen aan eten, je levensmiddelen, closetpapier, noem maar op. Want jullie hamsteren maar. Ja, ik niet hoor, ik heb niet gehamsterd. Dat doet Karin ook niet. Nee, doe me dat geven alle. Ik hou er niet van, doe me normaal, doe je gek genoeg. Maar diegene die aan het hamsteren zijn geweest, meld het maar in die groep. Dan gaan we even privé zitten. Dan kan je het naar ons toe brengen. Wij zorgen dat het bij de zorg komt. Zoals ziekenhuizen, bewerkersen, bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen, noem maar op. Die mensen die komen, als die aan boodschappen toe komen, komen ze in de winkel met lege schappen. Ik moest nou ook twee winkels af hoor, om boodschappen te doen. Wel meer trouwens, ja. Anders kreeg ik niet wat ik qua hebben moest. Nou, en er zijn mensen voor je, nou, dus te kijken van. Ik heb ook gezegd, hallo, er zijn meer mensen die dat ook nodig hebben, hè. U pakt er vier. Ja, maar dat is voor die, dat is voor die, dat is voor die. Ze kennen die zelf geen boodschappen doen. Nee, mijn moeder niet, want die zit in een verzorging. Oké, dat is dan prima, weet je, maar een buurvrouw die niks mankeert. Die liep verderop. Ja, maar zij moet ook een keer het zelf pakken. Ja. Maar oké. Het is heel raar. Ik heb ook bij de zomer heb ik een telefoonnummer gekregen. Omdat ik denk, ja, niet geschoten is altijd mis. Even een briefje ophangen. Maar dat mogen hun niet doen. Ik ga kijken. Ik denk, ik ben winkels in. In een briefje ophangen voor. Nou ja, ook bij wijze van spreken hulp gezocht voor dat en dat te doen, weet je, voor een tuinman of weet ik veel wat. Maar dat mogen hun niet doen, dan moet je naar de klantenservice bellen. Ik denk, oké, weer wat nieuws. Nou ja, ga ik straks proberen, niet geschoten is altijd mis. Ja toch? Maar oké, ik ga nog een bakje koffie maken, want ik heb dorst. En ik heb zin even in iets hartigs, ik weet ook nog niet wat. Misschien wel weer een broodje, want ik ben dus flauw. Maar in ieder geval, lieve vrienden, word lid, zorg voor de zorg, / care for care. Ja? Prima. Ik zie jullie daar. Doei!